in Caput 40 van de Brand van Rome lijkt er even respijt te zijn in het spoor van vernieling dat de brand trekt door Rome. Sextor demum die apud imas esquilias finis incendio factus vul aan est. Factus est betekent er is gemaakt. Wat is er dan gemaakt? Een finis, een einde is er gemaakt. Incendio, voor de brand, met andere woorden aan de brand, is een einde gemaakt. En dat gebeurde demon tenslotte op de sexto die, op de zesde dag. En waar dan? Apud imas esquilias, letterlijk bij de laagste esquilijnse delen, dus aan de voet van de esquilijnse heuvel. Hoe kwam dat? Dat wordt uitgelegd in een ablativus absolutus, die begint met pro rutis perimensum aedificiis. Er was namelijk een einde gemaakt nadat pro rutis was neergehaald of waren neergehaald, aedificiis, gebouwen, per immensum, verspreid over een groot gebied. Dus er waren gebouwen gesloopt om zo een brandgang te creëren. Op dat, goed, ik denk dat op dat hier beter past dan zo dat, want het is natuurlijk, het geeft het doel aan waarom ze die brand gaan creëren. Op dat occurreret, een halt toeriep. Wat riep er dan een halt toe? Campus, een veld, dus een vlakte. Et en velut vacuum, als het ware lege, caelum hemel, of misschien moeten we beter zeggen horizon of skyline. Als je namelijk gebouwen neerhaalt, dan hou je een veld over en dan is er eigenlijk geen skyline meer. Nou, en die moest een halt toeroepen aan, waaraan dan continuae violentiae, aan het voortgaande geweld, namelijk het voortgaande geweld van het vuur. Nec dum positus metus. Helaas, het effect is nog niet helemaal bereikt, want wat staat er? Nec dum. En nog niet. Metus is het onderwerp, positus, vul aan erat, of misschien est, kan ook. Maar doe maar erat, omdat redi erat ook een pluskwamperfectum is. Dat betekent neergelegd, dus... En nog niet was de metus, de vrees, neergelegd positus. Met andere woorden, mensen waren nog steeds bang. Of red i erat, of was teruggekeerd de spes, de hoop, plebi aan het volk. Met andere woorden, het volk had zijn hoop nog niet terug. Hoe kwam dat dan? Nou, roerzum, wederom, ignis, is het vuur grassatus est. Dat is een deponens. Weer is het vuur opgeleid of laait het vuur op. Op de patulis... Lokies, op de open plaatsen meer urbis van de stad. Dus meer op de open plaatsen in de stad. Want daar is het blijkbaar opnieuw opgeleid, dat vuur. Eoque strages hominum minor. Que eo, en daardoor, was, moet je aanvullen, want er staat geen persoonsvorm in de zin. Strages, dat is het sterven, de vernietiging of de dood. Hominum, van mensen... Minor, kleiner. En daardoor was het aantal slachtoffers dus, het sterven van mensen, kleiner. Maar er staat wel iets anders, namelijk delubra, de tempels deum, dat is een verkorte vorm van deorum, van de goden. De tempels van de goden en de porticus, dat is meervoud, en de zuilengangen die dicatai waren, die bestemd waren, amoenitati, voor ontspanning, die procideren. Dat is een verkorte vorm voor procideerunt, weet je nog wel. Die storten in met dubbel T, latius, over een uitgestrekter gebied, wijder en wijder om zich heen. Plusque infamiae it incendium habuit. It incendium is het onderwerp, deze brand, habuit, had letterlijk plus meer infamiae van schande of van slechte naam. Dus deze brand had nog meer van slechte naam. Met andere woorden, deze brand wekte nog meer vijandig commentaar op. Que, en, hè, staat er dan nog voor. Hoezo dan? Quia, omdat pro roeperat, dat is een pluskwamperfectum van pro roemperen uitbreken. Onderwerp is het vuur dat er niet staat. Of die brand hier. Omdat hij was uitgebroken, waar dan op de praedies, van praedium in het meervoud, op de terreinen tigellini van Tigellinus en wel Aemilianis. Aemiliana is de naam van een arme woonwijk. Dus op het terrein van Tigellinus, dus het privéterrein van Tigellinus,
in de Aemiliade. Tigellinus is een vertrouweling van Nero en men heeft het idee dat hij blijkbaar deze brand heeft gesticht om Nero een plezier te doen. Dus dat was het eerste argument waarom er schande van werd gesproken, of waarom er meer vijandig commentaar werd opgewekt. En omdat, videbatur Nero, omdat Nero leek, of Nero, misschien moeten we zeggen, Nero de indruk wekte. Wat wekte hij dan te doen? Hij wekte iets te doen, namelijk te quaereren, te zoeken. Wat zocht hij? Gloriam, roem. Wat voor roem? Dat staat in twee genitivusbepalingen. Namelijk condendai urbis novai et appellandai. Die ND-vormen, dat zijn gerundiva. En het is eigenlijk bijna altijd zo dat als er geen gerundiva van verplichting wordt gebruikt, dus met essen, dat het dan gaat om een dominant gerundivum. En dan vertaal je de roem van de nieuwe stad die gesticht moet worden, niet op deze manier, maar dan zeg je de roem van het stichten van een nieuwe stad. Dan krijgen we dus, en omdat Nero de roem leek te zoeken van het stichten van een nieuwe stad en van het appellandai, van het vernoemen, dit congrueert met die nieuwe stad, en het vernoemen van die nieuwe stad, cognomento suo, met zijn bijnaam. Hij wilde die stad namelijk Neropolis noemen. Quippe, immers. In regionis quatuor decim, dat betekent in 14 regionen, 14 wijken, want een wijk in Rome heet een regio. Roma dividitur, wordt Rome verdeeld. Dat presens, dat hier opeens wordt gebruikt, is wel te begrijpen, want het gaat niet om, het is geen presens historicum, het gaat erom dat Tacitus zegt, Rome wordt nu eenmaal verdeeld in 14 wijken, dat was toen zo, dat is nog steeds zo. Nou, van die wijken waarin Rome traditioneel verdeeld wordt, staat er, waren de 14 wijken, quarum, waarvan, maar nee, want er overbleven quatuor, 4 integrai, intact, dus 4 waren helemaal bewaard gebleven. Tres, 3 dejectai, vul aan erant, 3 waren verwoest, solo tenus, helemaal tot op de solum, tot op de grond. En septem reliquis, vul aan regionibus, aan de 7 overgebleven regionen, super erant, bleven over. En in super esse, daar, als iets overblijft, als iemand iets nog heeft, dan blijft dat voor hem over. Dus laten we zeggen dat er voor de 7 overgebleven regionen iets overbleef, of dat de 7 overgebleven regionen nog iets hadden. Wat hadden ze dan? Pauca vestigia, weinig sporen tectorum van huizen. En dan staat er nog iets bij die sporen, namelijk lacera et semusta, namelijk gehavend en half verbrand. Kortom, er is echt niet veel meer over. Einde van de bespreking van dit stukje.